beginnen we. 5, 4, 3, 2, 1 en ja! Met een flitsende lichtshow weer de donderdagavond twee nieuwe praktijklocaties van groenopleiding Helikon geopend. Oud-doelman Hans van Breukelen was aanwezig als gastspreker, waarna burgemeester Bruls de officiële opening verrichtte. Bij de opening waren verschillende afgevaardigden van onderwijsinstanties en de lokale politiek aanwezig. De Beuningse gemeenteraad keurde deze week unaniem de energievisie van wethouder Pieter Klein goed. Het plan om over te stappen op duurzame energie is opgesteld door inwoners van de gemeente en kon op positieve reacties van andere gemeenten rekenen. Ik was eigenlijk gewoon heel blij en trots ook op deze gemeenteraad dat die, zeg maar, het werk wat door onze inwoners en bedrijven tot stand is gebracht. Hè. Want de energievisie is niet alleen iets van de gemeente Beuningen, dus ambtelijk gezien, maar ook van onze inwoners. Die hebben daar echt een bijdrage aan geleverd om, zoals het nu in de visie staat, ook, dat is ook door hun bedacht en zal ook straks ook uitgewerkt gaan worden. Ik heb al verschillende vragen gehad van collega wethouders van God, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen in Beuningen? Want je hebt met 80 mensen, 80 tot 100 mensen soms, zijn jullie in 10 werkgroepen aan de slag gegaan. Er is heel veel enthousiasme en draagvlak vanuit de samenleving om deze visie tot stand te brengen. Hoe heb je dat nu gedaan? Ja, ik denk dat het gewoon in onze inwoners in zit. En het enige wat wij gedaan hebben is faciliteren, stimuleren, motiveren natuurlijk. Hebben ze ook kennis en kunde hadden we op de achtergrond beschikbaar voor hun als ze met vraagstukken zaten waar ze zelf moeilijk uitkwamen. Dus ik denk dat dat ook wel de manier is waarop je dan wat dit tot stand kunt brengen. Ja, de volgende stap is het uitvoeringsprogramma maken. We hebben inmiddels alle voorzitters van de werkgroep ook al gefeliciteerd met het feit dat de gemeenteraad zeg maar, de visie heeft vastgesteld. En ze meteen weer uitgedaagd om binnenkort met mij en met de ambtenaren zeg maar, die het project en het traject gaan trekken aan de tafel te gaan zitten om te gaan schrijven aan uitvoeringsprogramma's. Want dat moet nu gebeuren.